Welkom allebei. Chantal Kruithof en Rilana Oostrom. Jij was Chantal? Nee. Nou, dan heb ik het toch nog verkeerd. Dan ben jij Rilana, dat kan dan niet anders. Chantal. En jullie zijn van Mee. Mee Mantelzorg. Dat klopt. Nou, begrip mantelzorg is inmiddels wijdverbreid bekend in Nederland, denk ik. Ik geloof niet dat we dat hoeven toe te lichten. Mantelzorg is ongetwijfeld een hele zware taak. 24/7 eigenlijk. Hè. Zorgen voor iemand in je omgeving, zeg ik maar even in heel algemene termen. En het komt natuurlijk wel eens voor dat mensen die dat doen er even niet meer tegenaan kunnen. Om wat voor reden dan ook even een onderbreking moeten hebben. Klopt. En daar hebben jullie iets op verzonnen. Ja, dat heet even een adempauze inderdaad. Adempauze, een andere benaming daarvoor is respijt. En wij hebben een platform hebben wij opgericht binnen onder andere de gemeente Dordrecht. En dat heet Help Mij Zorgen. En op het digitale platform kan je eigenlijk voor de mantelzorgers uit de gemeente Dordrecht, Papendrecht, Zwijndrecht en de Hoekse Waard de verschillende respijtzorgmogelijkheden vinden. Dus wij hebben een heel mooi respijtwijzer, noemen we dat, hebben we gecreëerd. Dus een digitaal aanbod waarop je eigenlijk op basis van de leeftijd en aard van het ziektebeeld zo de respijtzorgmogelijkheden kan trechteren. En dat is voor mantelzorg gewoon heel erg fijn om even erop uit te kunnen. En de batterij weer op te kunnen laden. Wetende dat de naaste gewoon in goede handen is door middel van vervangende mantelzorg. Ja. Nou, is mantelzorg volgens mij een vrijwilligerskwestie. Mensen doen dat voor meestal een familielid. Of misschien de buurman of buurvrouw. Maar deze zorg zal beroepsmatig zijn. Of zie ik dat verkeerd? Of zijn dit ook vrijwilligers? Nou, er is echt een verschil tussen mantelzorgers en vrijwilligers. Mantelzorgers die zorgen voor een naaste, daar hebben ze een persoonlijke band mee. Zij kennen die persoon al lang, zij hebben daar geen opleiding voor gevolgd, zij krijgen daar ook geen geld voor. Veel mantelzorgers zorgen vanuit liefde, maar zij doen dat altijd. En vrijwilligerswerk is echt iets anders. Daar kies je voor, dat doe je vaak op een afgebakend dagdeel. Als je ziek bent, dan meld je je ziek en ga je niet. Vaak heb je ook een persoonlijk doel. Je wil jezelf ontwikkelen of mensen ontmoeten of iets voor een ander doen. Dus wij hebben het niet over vrijwilligerswerk. Je kan wel een vrijwilliger vragen of die bij de mantelzorger, of die de mantelzorger kan ontlasten of kan verlichten. Dan kan je denken aan iemand die zorgt voor een man die dementie heeft. Die vrouw kan nooit weg, want die meneer heeft eigenlijk altijd een oogje in het cel nodig. Dan kan een vrijwilliger, een respijtvrijwilliger, bijvoorbeeld de middag komen, zodat de mantelzorger, de mevrouw, naar huis kan, of uit huis kan om iets te doen. Met vriendinnen, een boodschapje, de kapper, een momentje voor haarzelf. Of al gaat ze boven handwerken of slapen, het maakt niet uit. Maar dan kan de mantelzorger even een adempauze krijgen. En daar kan je vrijwilligers voor inzetten, voor die vervangende zorg. Maar dat kunnen ook professionals zijn. Dan denk je aan een andere vorm. Rilana kan het misschien toelichten. Een voorbeeld van je kan ergens logeren of dagopvang met een indicatie of zonder indicatie. Ja. Kan jij daar wat over vertellen over professionele respijtstuk? Inderdaad. Nee, je hebt natuurlijk, je kan vervangende mantelzorg aan huis vanuit organisaties, zeg maar, kan je inhuren, zeg maar. Dus dan werk je met beroepskrachten. Die komen dan aan huis, zodat de mantelzorger even inderdaad een adempauze heeft. Daarnaast kan je beroep doen op dagbesteding of zorgboerderijen. Dus als je kijkt naar bijvoorbeeld Dordrecht, zijn er verschillende dagbesteden, bijvoorbeeld bij het Spectrum, bij het Parkhuis. Dan kunnen daarnaast ook een sociaal aspect heeft dat. Dus daarnaast die is er even uit, die heeft wat voor zichzelf en om handen. Zodat de mantelzorger weer iets voor zichzelf kan doen en daar in de batterij opladen. Je hebt ook kortdurend verblijf, dus het logeren. En dat kan ook op basis van indicatie, maar dat kan ook zonder indicatie. Ik kan me voorstellen dat dit soort vervangende activiteiten van welke soort dan ook kosten met zich meebrengen. En dat niet iedere mantelzorger dan wel zijn haar partner, de verzorgde zal ik maar even zeggen, die kosten kan opbrengen. Hoe werkt dat? Nou, er zijn inderdaad verschillende financieringsstromen waaruit respijtzorg wordt gerealiseerd.
Dat is ook weer heel mooi te zien op helpmijzorgen.nl. Hebben we een overzicht gemaakt van hoe zitten de verschillende financieringstromen in elkaar. En eigenlijk hebben we een overzicht gemaakt voor informele respijtzorgmogelijkheden. Dus daar heb je geen indicatie voor nodig. Of soms alleen een kleine eigen bijdrage. En je kan kijken naar de formele respijtzorgmogelijkheden. En dan zit het bijvoorbeeld in een WLZ-indicatie. Dus dan zit het al in de indicatie, is dat meegenomen. En dan kan je op basis daarvan weer kijken wat toereikend is en wat de mogelijkheden zijn. Nou, zijn jullie onder andere in het nieuws gekomen de afgelopen weken, omdat er een actie op touw is gezet waarbij organisaties worden aangemoedigd om wat te doen eigenlijk. Dat was een winactie. Dat is de term die mij is bijgebleven. Kun jij toelichten wat die winactie nou precies inhoudt? Ja, ik kan het toelichten, maar de winactie, Rilana weet heel veel van Help mij zorgen. Dus ga ik gewoon weer terug. Dat geef ik wel niet. Nee, wij hebben inderdaad een winactie uitgezet richting professionals. Met de vraag van, joh, mocht je werken in een organisatie waar respijtzorg wordt geboden, laat het ons dan weten. Want wat we merken is dat mantelzorgers heel vaak zelf te laat aan de bel trekken. En respijtzorg dient er eigenlijk voor ter preventie en een stukje overbelasting tegen te gaan. Dus professionals hebben gewoon een hele belangrijke signalerende functie daarin. Dus we hebben de actie eigenlijk uitgezet om en een beetje naamsbekendheid aan ons platform Help Mij Zorgen. Dat we de naamsbekendheid willen vergroten. En daarin ook de professionals willen prikkelen ten aanzien van dat onderwerp. Dus op die manier, als zij voor een organisatie werken die respijtzorg aanbieden, kunnen wij ons aanbod weer mooi vergroten. Ja. Hebben jullie trouwens een idee, dat vast wel, denk ik, van de hoeveelheid zorg, het aantallen mensen om wie het gaat, die mantelzorg bieden in Dordrecht, dan wel de Drechtsteden? En op welke schaal dus af en toe invalhulp, noem ik het nu maar even, nodig is? Nou, in Nederland is het zo dat 1 op 5 Nederlanders mantelzorger zijn. Dat zijn er dus heel veel, ook in Dordrecht. Hè, is dat een heel groot aantal en in de Drechtsteden zeker ook. Maar met de meeste mantelzorgers gaat het ook goed. Die kunnen dat gewoon doen in hun dagelijks leven. Die nemen dat mee, die zorgen voor iemand erbij. Maar ongeveer 10% van de mantelzorgers, die hebben het echt heel zwaar. En dan hebben we het over wat u net zei, 24-7 voor iemand zorgen met dementie of verstandelijke beperking of een psychisch probleem. Want laten we wel wat wezen, pittig is, hè? Mantelzorg kan natuurlijk ook zijn, je moeder heeft een beetje hulp nodig iedere dag. Daar hoef je niet dag en nacht bij te zijn. Dat is ook mantelzorg. Dat is ook mantelzorg. En dan hebben we het niet alleen over ouderdom, maar wel dat er vanuit ziekte of een beperking hulp nodig is. Maar dat kan ook zijn dat jij 1 keer in de week een aantal dingen met je moeder doet, jouw broer doet een aantal dingen, iemand anders doet de papieren. En zo kan moeder toch lang thuis blijven wonen. En dat kan best als je goed gaan als je dat met elkaar deelt. Maar voor de groep die het echt zwaar heeft, die 10%, daar is het belangrijk voor om een adempauze te hebben. En dat kan door middel van vervangende zorg. Maar je kan ook denken aan preventieve activiteiten waar die mantelzorgers de balans en hun energiebalans kunnen opladen. Dus dat zij dingen doen om te voorkomen dat ze aan het randje komen of dat ze overbelast raken. Want dat is natuurlijk wat we eigenlijk niet willen. Want als de mantelzorger niet meer kan zorgen, heeft de zorgvrager daar ook last van. Want dat is dan eigenlijk de volgende vraag. Hoe vaak zien jullie gebeuren dat mantelzorgers inderdaad over het randje gaan en dus niet meer kunnen doen wat ze willen doen? Ja, hoe vaak kan ik het niet zeggen, maar ik werk al lang bij Mee Mantelzorg. En wij zien wel overbelaste mantelzorgers die zich aanmelden voor een stukje ondersteuning. Dan is het eigenlijk al te ver gekomen. Ja. En dat is iets wat we vaker zien. Het kan ook soms niet anders, want situaties zijn pittig. Ook door corona bijvoorbeeld, hè, door afschaling van zorg of doordat de dagopvang dicht is. Maar wat wij vanuit Mee Mantelzorg proberen en ook andere professionals in het vak, is het toch om te kijken om ze vroegtijdig te ondersteunen, dat die overbelasting altijd voorkomen kan worden. En hoe probeer je die mantelzorgers zoveel mogelijk in beeld te krijgen dan? Want daarvoor, je zult dus, je zegt het zelf al, veel mantelzorgers die denken waarschijnlijk, het
kan nog wel even, het is belangrijk, kom op. Of ik voel me geen mantelzorger, want ik doe het gewoon, dat hele woord. En we hebben geen beter woord, het woord heeft ook altijd nog wel iets. Mantelzorg. Mantelzorg, de mooie mantel die je draagt om iemand te helpen. Ja. Maar van die 1 op 5 Nederlanders zullen er veel mensen zich niet mantelzorger noemen. Nee. Maar een aantal mensen zijn zich er heel bewust van. En die melden zich bij ons aan om ingeschreven te staan om nieuwsbrieven te ontvangen, zodat zij op de hoogte gehouden worden. Maar er zijn ook heel veel mantelzorgers die dat niet willen of niet nodig hebben, want die volgen onze socials en komen zo wel op de hoogte van dingen, of lezen de krant of luisteren naar de radio. Dat kan ook. En ja, we proberen ze in beeld te krijgen door campagnes te voeren en door af en toe wat in de krant te zetten en mensen op de hoogte te houden. Zodat als jij hulpvraag hebt of iets wil weten over vervangende zorg, of je hebt een informatievraag of je zoekt een vrijwilliger, ja, neem dan contact op, want dan denken we graag mee. Nou is dit bij mijn weten, mantelzorg dus, een onderwerp dat in de politiek wel uitermate actueel is en belangrijk gevonden wordt. Hè? Ja. Hebben jullie daar nog, laat ik zeggen, voordeel bij? Dat de politiek veel aandacht heeft voor dit onderwerp? Nou, ik denk niet dat wij daar voordeel bij hebben. Ik denk dat de mantelzorgers daar voordeel voor hebben. Want wat we in Nederland zien is dat veel mensen langer thuis blijven wonen. Ouderen, maar ook mensen met een beperking of een ziekte. En mantelzorgers steeds belangrijker worden. En 80% van de zorg komt van hun en 20% van professionals. Dus die mantelzorgers zijn er en zullen er blijven. En dat zal in de toekomst alleen maar toenemen. En ik denk dat dat belangrijk is dat we die ondersteunen, zodat zij het kunnen volhouden. Ja. En ja, voor ons is dat heel prettig dat, dat er mantelzorgondersteuning is in de regio en in het land. Dat we het met elkaar, die mantelzorgers samen sterk kunnen houden. Goed, de mantelzorgers sterk houden, zodat hulpbehoevenden zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Dat is natuurlijk al jarenlang het doel, ook van de overheid. Ja. Volgens mij in een poging om kosten te besparen. Of ben ik nou weer heel cynisch? In ieder geval, daarvoor zijn organisaties als Mee Mantelzorg heel belangrijk. En zoals gezegd, het is ook heel belangrijk dat mantelzorgers zelf af en toe eens eventjes ontzorgd raken. Ik weet niet of dat de goede term is. Even op adem kunnen komen. Ja, dank jullie voor het gesprek. Hartstikke bedankt. En ik wens jullie natuurlijk heel veel succes in de nabije en wat verdere toekomst. Dank je wel.